Anno 2013 Kerrigan koningin Lies en Barbara. Met hen zijn mannen erbij en natuurlijk onze jeugdprins en jeugdprinses. En ze blijven er maar uitkomen. 1, 2, 3. Hoppa, nog één. Is al 4. En gaan er nog eentjes komen? Is er nog eentje? Nog eentje? Geef ze een applaus, dames en heren. Onze koningin Barbara. Ah, zie daar een man op een eentje. Onze koning Albert. En nee, Gries. Gries, waar is het? Onze koningspaar. We hebben mijn waar omheen. Geef ze een applaus, dames en heren. Het hof. Ja, ja. In onze zouden zeggen, dus ja. En dit was de groepering, dames en heren, van het Hof de Cadetjes. Dit is de toekomst, dames en heren. De Romsische zombies. Oh, la, 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 la. Wow, wow. Het zal een Engels ras zijn waarschijnlijk, want we krijgen de British Guards! In de werkhouder van de stad Roos hebben zij deze olifant vervaardigd. Mooi dat ze niet inderdaad een applaus, dankjewel. Voilà! Kijken daar ze, de waarzegster! Ze is er ook bij ze en ze wrijft op haar een bol. Oh, oh, oh.
Ja, ze liggen daar. Dat is wel de lastigste job, hè. Daar zitten, amai. Het is gelijk madame de burgemeester. En de British Guard gaat naar het circus, dames en heren. Misschien hebben ze het wel over de politiek, wie weet. Het circus. Geniet, dames en heren, van het spektakel die de boerkes u gaan geven, want ze zijn en ze blijven in de zevende hemel.
toernooi. In de vloer sardinen, jojo, doe niet stadse rossen. Aan een gekostuum, de meulenbeke van rossen. Jojo, dat stadse rossen. Oh, dat valt van doel. Dat zijn gigabunnen, meesten, jojo, dat valt van doel. Nog schetsen dat daar moet rotten, jojo, dat valt van doel. Zeg nog dat dat de stutte is, dat valt van doel. Dat valt van doel. Wanneer dat er nou?